Yvonne en Nauta, ik vraag me eigenlijk vooral af, wat is er aan de hand? Ja, het internet, dat is duidelijk, ja. Maar vorige week, wat verkouden was, dus net een ideale voorbereiding. En daarnaast rint het gewoon technisch nog net en ik ben er heel wat mee bezig, maar ja, blijkbaar ken het net in 1-2 weken patroon eruit krijgen, dus ja. Nee, ben je meteen kwiet als het ware? Mag ik het zaak concluderen? Ja, nou, ik hier naar World Cup Heerenveen wel weer goede moed. Ik alweer de tijd nog steeds net heel goed, maar ik dacht wel weer dat ik het trucje soms is wel weer een beetje terug begon te krijgen, maar het is uitvinden ze van hoe die ik dat twee uur om. Ja, want ik zie nog een ding, ik twee uur waarom. Ik bedoel, twee op het EK Allround, twee op het WK Allround, persoonlijke records die naar de oren die er aan gong en het is nou al hier minder dan dat hier. Je zou toch steeds met een stijgende lijn wijzen. Ik dacht eigenlijk zo ze wat oors wijzen, maar... Qua fysiek ben ik wel goed de simmer uitkam en ik bedoel... 3 kilometer in Enschede natuurlijk ik woon en maar daarna koek ik net echt weer rondvien en het is voor mezelf ik wel een beetje vraagtekens van ja waar zit het hem nou in en dan denk ik elke keer van dat is het hem en dan die sterven mij in gang en dan denk ik dit werkt wel. Heb je dat voor dingetjes? Is daar een voorbeeld van nemen? Qua technische dingen en focuspunten. Ja, want je wil op een gegeven moment heel veel dingen tinken. Ik gedurende de rit, maar dat leid ik alleen maar oud. Dus dat soort dingen. En gewoon vrij rieden, kop leeg. En dan is er nog het technisch aspect, ja. Zie je nou nog dit seizoen het NK Allround? Dat is natuurlijk het eerstvolgende toernooi. En dat valt nog steeds wat te helien. Dus we houden net op, ik ga wel terug. Ja, zei ik wel weer. Ja. Is dat maar voor jou aan het waard? Ja, daarom. Dat is wel even de keer. Precies. Zo'n 30 hoek als je zo'n Karin Kleinberg. Maar goed, het is wel, het is keihard.